tasje. Voordat je iets vraagt, Jan, ik heb een tasje meegenomen. In dat tasje zit ondergoed of zo. Pyjama, wil je het lang maken? Nee, daar zit wel een stukje ondergoed in. En ik hoop dat je hieraan voldoende hebt. Dat als de vragen die je stelt me niet aanstaan, Jan, dan moet ik bij wijze van chantage laten zien hoe je mij verleid hebt om in dit programma te komen. Dus hou het netjes. En dat was dus niet met geld, maar wel met goede woorden. Ja, precies. Dus, precies. Laten we daar even ophouden. Ja. Maar als ik deze beweging maak, Jan, dan weet je dat het fout gaat, hè? Ja. Want het is een grote maat, vind ik. Kijk, dat is het jouw gevoel van humor, hoor. Het is een grote maat, Jan. Dat is er. Kleine mannen, grote Jannen, hè? Willem, jij bent dus het voorbeeld van de grote bemoeial, hè? Ik heb begrepen van de mensen met wie jij de sterrenshow maakt, dat je niet alleen hebt bedacht dat die spiraal er moest komen. Je bedenkt de sketches, je houdt de boekhouding bij. Je bent eigenlijk de man achter de hele show, hè? Dat wel. Maar dat van die boekhouding is een beetje overdreven. Kijk, het is natuurlijk zo dat je, als er problemen zijn financieel, dan weet degene die de show bedenkt, ik zet hem nu weer neer. Ik vond het een goede vraag. Maar dan weet degene die de show bedenkt en maakt waar je kunt bezuinigen. Dus dat moet je niet overtrekken. Dan kun je gewoon zeggen, nou, als we dat eruit laten, dan houden we zoveel over. Goed, dus het is niet zo. We hebben nu afgelopen woensdag weer de jongste sterrenshow gezien. Hoe heb ik kunnen zien dat jij moest bezuinigen? Ik hoop dat je het niet gezien hebt. Nou, je had wat minder bleeksel in je haar dan normaal. Dat wel. Maar... Willem, maar hoeveel is de show begroot zo'n beetje? Op 3,6 miljoen per keer. 3,6? Nee, kom op. Op 5 ton hebben we zo'n beetje. Onzin. Waar gaat het nou om? Nou, ik wil even weten. Waar gaat het nou om, Jan? Ik wil even van jou weten. Ik bedoel, er geld in Holland. Waar gaat het nou om? Ik bedoel, als je zegt, hij kost 1,5 miljoen, dan zeg je, oh, wat veel. Als je zegt, hij kost 7 ton, dan kost hij 7 ton. Nee, maak je niet ongerust. Ik wil alleen weten. Maak me wel ongerust over iedereen. Ik wil alleen weten. Ik wil alleen weten, als de show een x-bedrag kost, hoeveel je dan moet bezuinigen? Ik heb hem bij me. Wat? Ik heb hem bij me. Ja, heel goed. Je moet bezuinigen gewoon, omdat, kijk, als je uitgaat van een circus tent, even serieus, als je uitgaat van een circus tent die naar de mensen toe moet, die als een modern circus vol met licht, geluid en toestanden. Je hebt 146 mensen die erbij werken. Ja, nee, maar dat is alleen dat gegeven maakt het zo duur natuurlijk. Dat begrijp ik. Als je vast op een locatie gaat zitten, is dat minder. En laten we zeggen, 3 of 4 ton betaalt de Humanitas en de rest betaalt de Vaart. Nee, het is niet de Humanitas meer. Nee, wat is het nu? Nee, daar heb je het al. Het is niet meer bij te houden. Nu is het de Draf en Rensport. De Draf en Rensport, goed. Maar het is het wordt een beetje betaald door de varen en het wordt een beetje betaald door het goede doel, zal ik maar zeggen. Ja. Zo is het verdeeld. Ja. En dan hoor ik dus van kandidaten die mij in het oor fluisteren, als ik even in jouw tent rondloop, die zegt, om te bezuinigen. In mijn tent rondlopen? Ja, in jouw tent rondlopen. Heb je daar gelopen? Ja. Ik dacht je daar lag. Ze hebben daar... Ja, lacht daar, Jan. Ze hebben dat kleine, hoe heet dat, kleine dingetje waar je dus die spiraal mee moet doen. Ja. Die hebben ze nauwer gemaakt, omdat dan de hoofdprijs niet meteen... Nee, dat ligt aan het weer. Nee? Dat ligt aan het weer. Als het koud is, krimpt hij. Als het warm is, gaat hij wat goed. Goed, Willem. Dan is anders. Hoe komt het dan dat in dit nieuwe seizoen de hoofdprijs nog maar 1 keer gevallen is? Omdat we pas 4 uitzendingen hebben gehad. Ik heb hem gepland in de 7e en de 8e nog. Oké, goed. Dan zijn er mensen die zeggen dat jij bezuinigt door... op je haar, niet alleen, maar... dat je ook nu veel zelf danst en zingt, dat want dan doe hoef je geen artiest uit te nodigen. Nee, dat doe ik niet meer. Dat heb ik gedaan, want dat is het duurste natuurlijk. Dat als ik moet duurste. Gaan dansen. Dat is echt... Godverdomme, kijk. Dan... Ik wil best een serieus gesprek erover willen, maar als jij het niet wilt... Ik vond Reur vanavond te serieus, Jan. Okay, wat heb je gegeten vanavond? Nou, ik eet op de dag van de show heel weinig, want ik heb... misschien weten jullie dat ook. Ik weet van de goeroe dat hoe minder je eet, hoe meer je over hebt om, qua energie... om na te denken en te praten. Ja. Wat doe jij, Marco, als jij 's avonds moet spelen? Ik eet weinig. Jij eet weinig? Voor de voorstelling. Ja? En ik eet ook na de voorstelling meestal niet. En dat is dan vaak het feit dat zangers zo dik worden, omdat ze na een voorstelling, om de spanning af te reageren, nog eens gezellig met elkaar gaan eten. Dat doe ik dus niet. Voor een voorstelling eet ik niet... niet later dan 3 uur. Vond het wel voor kort, Jan, dat je met mij bezig was. Maar je komt nog aan de beurt. Maar je zit er toch nog steeds, of niet? Oh nee, ga door. Oké. Goed. Sorry, Marco. Nee, qua zenuwen. Nee, ik heb mijn antwoord gegeven.
Ja, even kijken. Wat doe jij overdag voordat de show... De show wordt om 6 uur opgenomen, hè? Gaat live, ja. Ja, bijna live, hè? Hoe noemen we dat? Net als Reur. Net als Reur, precies. Maar de dag, wat doe jij om die dag door te komen? Ik ga af en toe eens naar de camper toe. Ik heb zo'n kamp... Ja, die, Ik heb zo'n kampeerwagentje. En daar zit ik dan wat te rekenen. Kijk niet zo verveeld, Jan. Ja, nou, ik vind het helemaal niet leuk dat... jullie zijn alle drie performers, jullie zijn alle drie performers. En ik weet het dat jullie allemaal geregeld op de televisie en dingen moeten komen om iets te verkopen, om iets te vertellen. Maar ik ga ervan uit, als ik met mensen praat, dat we dat doen op basis van een eerlijkheid die geen tijd en geen grens kent. Dus als ik jou vragen stel, dan hoop ik dat jij zo eerlijk mogelijk antwoordt. En als jij een beetje hier de leuke jongen uit gaat zitten hangen in mijn tijd, ja, dat moet jij weten. Maar daar hou ik niet zo van. En ik heb dan had je me niet moeten uitnodigen. Dan had je me niet moeten uitnodigen. Ik heb het best gedaan om je hoe leuk ik ben. Ja, nee, oké. Okay. Maar zullen we toch eens proberen? Gaan we het weer eens proberen? Nog... Ja, oké, okay, dan gaan we. Okay. Zet je tasje even. We zetten een tasje neer, dat is voor de continuïteit belangrijk. Ja, allemaal een tasje. Goed. Nee, maar vertel eens even. Ik ben blij dat we het nu toch een beetje in elkaar gevonden hebben. Je kijkt het eerst heel anders, Willem. Ja, dat is voor het nieuwe show. Ja. Ik weet dat goedkope humor altijd hoog scoort. Daar gaat het niet om. Maar je moet erop komen. Ja, nee, maar nou, even serieus. Nog even. Ik denk ineens, je hebt een dure show. Ted had een dure show. Die werd dat van Jos Brik is weer een dure show. Waarom proberen we niet eens gewoon een fantastische show te maken die niks kost? En dat kan volgens mij al. Ik denk zeker dat dat kan. Dat gebeurt niet. Jawel, maar ik denk dat dat kan. Ja, fantastisch hoop ik. Maar ik bedoel... Wat kost Reur nou al met al? Dat kost ook denk ik gewoon 30.000-40.000 gulden per keer. Maar daar heb je en bij jou is maar het 5-6 ton. Jawel, tuurlijk. Ja. Maar voor de kijker zijn die bedragen natuurlijk niet echt relevant. Het gaat erom dat als omroepen in dit malle systeem... Hè, waarin de commercieel systeem, ledenwinst in wezen... met elkaar concurreren op basis van het soort vlaggenschip dat zo'n omroep dient te hebben. Dat vindt men bij de omroep. Hè. Men vindt dat amusement het vlaggenschip wat vind is. Jij? Dat kan me niet schelen wat je omroep vindt. Vind jij vindt die sterrenshow leuk om te doen? Ja. Dat kan maar ik zien. Ik zou ook een talkshow willen doen. Ik word gevraagd. Mijn opdracht is concurreer een jaar geleden met de 1-2-3-show. Maak een show die daarmee kan concurreren. Dat komt van de omroep af. Ja. Maar daar hoef ik me niet achter te verschuilen. Want als ik er geen zin in heb, dan doe ik wat anders. Maar ik vind dat een fantastische uitdaging. Natuurlijk. Dat lijkt me ook. Maar jij kan je toch ook vinden in de stelling van... Ja, moet nou een show een miljoen kosten? Ik bedoel, nee, maar als je... Toch... Wij hebben, om een voorbeeld te noemen, Fairy Lights. Dat zijn dingen die worden in Amerika gemaakt. Die zijn niet te koop, zijn alleen te huur. Die bij alle popconcerten worden gebruikt. Wil je als programmamaker een soort identiteit voor jezelf vaststellen... door middel van decor en licht, dan moet je die dingen huren. Die Fairy Lights kosten 2 ton voor een jaar... Nou, dan kun je zeggen, ik neem ze niet, want ze zijn 2 ton. Nee, dan heb je dezelfde eenheidsworst die uit Alsmeer komt. En dat probeer ik nou juist, want dat is de concurrentie die je moet aangaan, Jan. Dit even dus voor de kijker die niet weet dat behalve bloembollen ook nog tv-shows gemaakt worden door Joop van der Ende. Daar komt dus de eenheidsworst vandaan. Vind ik wel, ja. Het is toch allemaal hetzelfde? Ja. Kijken jullie wel naar die shows ook, of niet? Nee? Ik zie soms alleen het eind, omdat ik dan een programma wil zien wat erna komt. Dus dan zie ik nog net... Oh, wat chic. Oh, ja. Nee, wij kijken nooit naar quizzes hoor. Wij kijken alleen naar interessante documentaires. Meestal komt er geen documentaire. Maar het is een feit dat ik niet op zichzelf niet zo ontzettend gauw naar een quiz kijk. Want ik ben er zelf ook erg slecht in. Is het een quiz, denk je, of niet? Ik weet het niet, dat spelletjesprogramma, heb je het weer? Nederland is opgevoed door een aantal zichzelf respecterende... Ik vind spelletjes leuk, hoor. Nee, het is helemaal niet leuk. Ik doe ze thuis. Nee, het is niet leuk, spelletjes. Oh. Nee. Willem, spelletjes is gewoon het meervoud van spel. Precies. Spellen is dan ook een meervoud. Spelletjes is het verkleinwoord waar Nederland groot in geworden is. Het verkleinwoord. Ja. Nou, goed. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het zijn shows. Vroeger waren het spellen. En dan vind ik nog, dan kan je ervoor kiezen of niet voor kiezen. Maar men zegt altijd van, dat is niks. Dat is oeverloze rotzooi wat ze daar maken. Niet nergens over nagedacht. En dat bestrijd ik. Jouw vak in Nederland wordt door een aantal mensen als een vak gezien. Omdat je een actrice bent, dan heb je iets meer dan Mulo kennelijk gehaald. Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. En dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed. Want wat hij doet, wat jij doet, dat heeft allemaal te maken met een vak. En dan zeggen ze toch, want je hebt toch gelijk, ik zet hem meestal daarna pas aan. Dan denk ik, nee hoor.
Ik kijk er niet, maar ik bedoel zo idioot zijn als ik zou zeggen dat ik er constant voor plat voor op de grond ging liggen van genot. Dat doe ik ook niet voor Willem van Oranje, maar ik kijk er wel naar. Ja. Jij kijkt er wel naar? Ja. Waarom zou je? Nee, omdat ik het heel leuk vind en omdat ik het soms ook heel gebrekkig vind wat er gebeurt. Maar ik bedoel, ik zeg niet, ik kijk er niet naar. Want ik vind het leukste van tv is toch je ergere. En dat is het. Televisie is kop van jut. Ja, maar goed, u vraagt mij gewoon of ik er naar kijk. En het is onzinnig om dan te zeggen dat ik ze gezien heb. Want dan zou ik moeten vertellen wat ik gezien heb. Oké, maar dan zal ik jou vertellen dat die show van Willem, daarin kunnen mensen hun wensen tot werkelijkheid laten komen. Op kosten van een lotenkoper, hè? Ja. Luister eens, jullie zijn alle drie types die in de limelight staan, dus ook verse kritieken krijgen. Hè? Paul Citroen, de beroemde kunstschilder, zei al, hè? Kunstcritici zijn mislukte artiesten, dus daar kan je altijd in vinden als je kritiek krijgt. Maar wat was de lulligste kritiek die jij wel eens over je heen gehad? Ja, een echte dan hoor. Willem Ruis zien is met... Willem Ruis zien is weemoedig terugdenken aan de tijd dat de doodstraf is afgeschaft. Nou. En wat denk je dan als je dat leest? Hè? Wat denk je dan als je dat leest? Waar woont die man? Of... Nee, want ik weet waar hij woont. Oh ja? Dat was Johan Antierens. En dan gaan geen treinen naar België, dus... Nee, maar ja, die hebben een hele moeilijke jeugd gehad, denk ik dan. Maar vind je dat lullig op het moment dat je dat leest? Dat trek je vast aan. Het gekke was dat ik vond het altijd moeilijker voor mijn moeder. Want moeders, die begeleiden je tot op een bepaalde hoogte. En dan mag je de vleugels uitslaan. En dan willen ze eigenlijk toch liever dat je in een supermarkt gaat werken. Mijn moeder althans. Liever in ieder geval een teken. Ja. Als je alles maar flappert en nooit van de grond komt. Dus mijn moeder zei altijd, joh, ga nou niet verder. Doe nou net als Joop Smits. Dat is een mooie baan. Dus die trok zich dat behoorlijk aan. Moeders trekken zich het aan. Zelf kijk je er doorheen, vind ik. Nee, meen je dat nou echt? Ja, zeg, anders dan had ik nu echt... Maar denk je nu ook nooit van, luister, laat nou de boel maar wezen. Ik ga iets heel anders doen. Jawel, maar dat denk je eigenlijk bijna iedere avond, hè? En we zijn de enige ook niet die dat denken. Nee, ik denk dat we het allemaal hebben. Mm-hmm. Ja, zeker. Linda, wat was het meest geestige wat ze over jou geschreven hebben? Ik bedoel, voor ons geestig en voor jou lullig. Nou, ik moet zeggen dat ik er tot nu toe nog ontzettend goed van afgekomen ben. Maar ik weet wel dat ik voor een bepaalde rol ontzettend mijn best heb gedaan om een zekere charmantheid en een zekere zwier in mijn motoriek weg te krijgen. Ik wilde dus wat klompig over het toneel voortstappen. En toen schreef die man, een van de heren in het noorden des lands, die schreef dat ik eerst maar eens wat bewegingslessen moest gaan nemen voordat ik weer terug mocht komen om dat stukje dan verder af te spelen. Dus ik had er weken over gedaan om het eindelijk een beetje voor de bakker te krijgen. En toen begreep de man absoluut niet dat het bij de rol hoorde. Het probleem is, als je dit hoort, dan is het wat aan de kruwe kant, maar het is op zijn minst overdag. Er is een soort esprit waardoor iemand al of niet geestig, maar iets verzint. En dat vind ik dan nog wel aardig. Ik geloof dat kritieken zo vervelend zijn als mensen er geen kunst van maken of op zijn minst iets grappigs van maken. Dat sowieso. Maar hoe zou het komen dat jij heel weinig... Oh, sorry, jij wil iets leuks over Engeland zeggen ook? Ja, nou... Ja, daar zijn ze ook wel eens leuk. Oké, laat ik het dan over een Amerikaanse hebben. Vind je dat leuker? Oh, nee. Maar Dorothy Parker, die zei op een bepaald moment... Die had die zat op de vijfde rij naar een comedy te kijken en die zei toen... I heard some laughter in the back of the theater. And it led me to believe that there was someone making jokes back there. Mm-hmm. En dat is ontzettend vreselijk. Maar ik kan je misschien helpen, want ik herinner me... Oh, je moet hem even Dorothy vertalen. Dat Dorothy Parker over Catherine Hepburn is schreef over haar nieuwe film van... Mevrouw Hepburn bespeelde het hele register van A naar B. Ja. Dus dat is ook prettig als je dat over je leest. Dan ben je een jaar koest, hè? Ja, of haar spuug was in ieder geval een dodelijk wapen. Ja, dat soort dingen. Of de decors waren prachtig, alleen de acteurs stonden ervoor. Ja. Dat is wel heel vaak. Maar luister eens, laten we eerst zijn, Linda, van jullie drieën. Ben jij degene die toch weinig te klaren heeft over slechte kritiek, ja, hè? Ja, weinig. Tot nu toe. Ik ben ontzettend bang als je het te vaak zegt, want dan vinden ze absoluut dat ik nou maar eens op mijn donder moet hebben. Dus... Of omdat je veel op de kring komt, al die critici natuurlijk steeds... Nee, heeft dat niks mee te maken? Ik geloof niet dat ze er komen trouwens, maar ik kom er ook zelf nooit. Mm. Nee, dus daar ligt het niet aan. Ik hoop dat het ligt aan dat ik probeer iets te doen en dat ze dat dan nog net wel aardig vinden of maar zo. Maar dat doen we allemaal natuurlijk.
Ja, het enige is, dat er een... Het spijt me zo vreselijk. Nee, dat ik helemaal niet. Nooit nee, heb. Daar gaat het niet om. Het enige is dat in dit Nederland, Calvinistische Nederland, ze geneigd zijn om als je één keer dat stempel hebt van de grote K, hè, want er is geen land ter wereld waar de kleine K bestaat. Dat is alleen in dit land. Als je, dat is alleen in dit land. Door Wim Ibo. Ja. Dus daar gaat het mij nou alleen maar om. Maar als er schuldig nee, helemaal niet, Linda. Want ik vind het een leuke, ik vind het een leuke discussie. Jan, ga maar even weg. Ik vind het een leuke discussie. Nee, maar serieus. Omdat dat bij ons ingeburgerd is, wordt die alles wat er omheen zit niet als volwaarde aangenomen. Dat heb ik ook in een voorbeeld in een interview gegeven. Er is een man die in Overijssel zit te schrijven. Die moet er verschrikkelijk uitzien. Jan Zitman heet die man. Alleen de naam al, de humor die daar in zit, hè? Jan Zitman. En die ziet dan een stukje uit de sterrenshow, Starlight Express. Dat is min of meer overgenomen uit Engeland. Omdat we dat hier nooit kunnen krijgen, heb ik dat gedaan. Nou, van Andrew Lloyd Webber. Ja. Dat is een regelrecht fenomeen, die man. Die laat mensen treinen personifieren. Dat verhaal vertel je, dat laat je zien. Lee Towers is bereid om een rol te vervullen. Iedereen is bereid. Die man schrijft met één zin: wat voor zots ik nou heb gezien. Daar stond Lee Towers met een inlegkruisje. Nou, denk ik dan. Kleine leuk. K. Wel leuk bedacht. Was ja. Wel lul. Dat is toch niks, joh. Dat is toch Jan Zitman. Oké, oké. Dat is toch Jan Zitman, denk ik dan. Nee. Jan Zitman. Dat is een boerenlul. Dat is Jan Zitman. Die man weet niet eens dat Andrew Lloyd Webber bestaat. Jan Zitman. Blijf maar zitten, hoor, Jan. Maar moet toch eens een keer, als hij dat vak uitoefent, een keer naar Londen toe, om te weten dat het op West End staat. Maar het is, net, dus, nooit het is niet niets nieuws onder de zon, want... in de tijd dat Co nog leefde, heeft hij zich ook nooit aan enige betutteling... Co van Dijk. En dat was mijn stiefvader, dat zal ik dan maar weer even keurig zeggen. Stiefco. Stiefco dus, mijn stiefco.